Goedemorgen. Goedemorgen. Wij hebben een nieuw... We hebben iets nieuws gekocht. Ja. Dat gaan we jullie even laten zien. Ja. Ga jij het laten zien? Nou ja, we weten nog niet precies hoe het werkt. En of we het goed doen. Maar wij hebben een Omnia-oventje gekocht. En daar gaan wij dus nu broodjes in afpakken. We hebben het nog nooit gebruikt. We hebben net eventjes op YouTube gekeken hoe het moet. Maar ja, dat kom je ook niet echt... Dat is ook niet echt duidelijk. Dus wij gaan het gewoon proberen. We gaan de broodjes in het oventje stoppen. En... Die heb ik er al in. Oh, die heb je er al in? Ja. Zal ik het even laten zien of is dat niet goed? Dat je het steeds open en dicht doet. Nou, ik denk niet dat je hem steeds open en dicht moet doen. Nou, kom maar. Jullie mogen even kijken. Oh ja. Ik ruik wel brood. Nou, als het goed is, komen hier dus straks afgebakken broodjes uit. Dan hebben wij ook zware broodjes uit de camping. Dan zijn we niet meer afhankelijk van de broodjeservice. Ja. Nou, dat is waar. Trouwens, je kon hier wel broodjes bestellen. Echt? Ja. Zag ik gisteren. Oh. Als dit werkt, dat is wel top. Als het werkt wel. Ja. Maar ik zag ook bij iemand anders, die bakte de bananenbrood in. En die had er een thermometertje bij. Oh ja, die kun je er ook nog bij kopen. Er kon een vogeltje dichtbij. Ja. En dan heb je op het dak zit. Kijk, heel en dit zakje zat erbij. Het komt dus oorspronkelijk komt het uit Zweden, omniazweden.com. Ja, ik ben reuze benieuwd. Ja, het kan toch nooit geen 200 graden zijn? Zullen we ze er wat langer in doen? Ja, doen we iets langer. Ik had nu de timer op 8 minuten gezet, maar... We hebben trouwens heerlijk geslapen hier. We hebben net eventjes gedoucht, zoals jullie misschien wel zien. Ik heb het niet koud gehad, Nelly ook niet. Ik had nu wel even een trui aangedaan, want ik had het eigenlijk de nacht ervoor werd ik steeds wakker. En achteraf was dat dus gewoon van de kou, want ik ben nu niet wakker geweest. Dus heerlijk slapen hier. En we hebben dus buiten nu ook een gasfornuisje, omdat we anders gaspitjes tekort komen. Dus Nel die kookt buiten het water voor de thee en voor de eieren. Ja. Lekker. Nou, dan is het nu wachten. Wachten op de broodjes en op de eieren en de thee. Nou, geen idee of ze goed zijn. Oh. Nou. Het is, zijn ze gelukt? Een beetje aangefikt. Aangefikt? Nou ja, kijk. Ze zijn het heet. Ja. Oh, deze niet. En volgens mij ook wel krokant. Ja, dat hoop ik. Nou, we zien het wel. Ik had nog een ei daarbij. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Lekker? Hij is goed. Maar ik heb hem wel, ik weet niet hoe lang ingedaan. Langer als normaal. En hij is een beetje aangebrand. Volgens mij moet ik ze even een beetje met boter invetten. Maar die ene weer niet. Dus... Volgens mij moet je het blik ook eerst invetten, toch? Oh. Dat heb jij nu niet gedaan. Nee. Weet niet. Nee, dat weet ik dus ook niet. Maar volgens mij las ik net op internet dat je van tevoren in moet vetten. Maar ik weet niet of dat ook met broodjes is. Of dat dat alleen bijvoorbeeld met een... Want je kunt er ook cake in bakken, toch? Ja. Nee, dat weet ik dus ook niet. Maar ze zijn gelukt. Ja. Lekker. Ideaal dit. Huh? Zeker, super handig. Ja. 14 kilometer. Wij zijn aangekomen bij het startpunt van het Klompenpad. Hartense pad. 14 kilometer. Je hebt een beste route uitgezocht. Oké. Oh, wacht. Misschien kunnen we hem ook nog verkorten, dat is ook je vaak. Je kunt de route verkorten tot 9 kilometer of 6 kilometer. Nou, dat komt beter bij, toch? Ja, dat is top. Nou, hier is blauw en oranje. Even kijken. Molenbeekse pad. Die hebben we volgens mij ook al gedaan. Hartense pad lopen. Ja.
Volgens mij kun je hier pannenkoeken kopen. En hier is wel een leuk restaurant. Het Boscafé De Beken. Wat doe je? Luisteren en kijken. En wat hoor of zie je? Ik hoor heel veel. En ik zie ook best veel. Maar weet je wat? Dit is best wel apart. Want je focust je nu wel op één punt. De rest om je heen vervalt. Oké. Dat staat ook op het bordje, hè? Ja, ik ga even kijken wat er staat. Focus, gemaakt door Marieke Schleumer. In 5 weken heb ik gekeken en geluisterd op het bijzondere landgoed Kwadenoord. Dit proces heeft geleid tot 3 hoorns waarmee de bezoeker gefocust kan kijken en luisteren naar de natuur. De hoorns maken een moment van rust en bewustwording voor datgene wat zich altijd om ons heen bevindt. Ja, dat is wel echt zo. Elke kijker kijkt anders, elke hoorn hoort anders en elk moment is nieuw. Wat zien en horen jullie? Probeer daar maar. Staat er ook nog één. En daar is er nog één. Ja. Maar probeer maar even. Helemaal met je hoofd erin. Ja, zo ja. Lijkt wel een schilderijtje. Ja, hè? Maar de geluiden hoor je ook anders. Ja. Je bent heel echt vogels. Ja. Je bent je nu echt bewust van zeg maar van dit stukje natuur. Ja. Heel apart. Ja. Vond ik ook. Want ik zie niks links en rechts. Ik kan alleen recht voor me kijken. Ja. Ik vind het heel mooi. Ja. Ik doe wel even mijn capuchon eronder. Oké, ik denk dat de bedoeling is dat je... Je moet verder naar achteren. Ja, dat kan niet. Oh ja. Maar dat is weer de dochter, denk ik zelf. Wauw. Ja, ik zie de boomtoppen, maar ik word duizelig. Oh. Ja, dit is ook heel bijzonder hoor. Ik denk... Nu zie ik geen vogeltjes, maar ik denk als er nu een vogeltje in die boomtoppen gaat, zeg maar, gaat zitten, dan zie je hem heel goed. Oh, relaxed, hè. Nou, blijf jij liggen, ik haal je over 40 kilometer weer op. Ja, oké. Ja, mooi. Echt. Wij komen ook langs de landgoedcamping Kwadenoord wandelen. Hier zijn we al eens geweest, of in ieder geval niet met de caravan, maar een kijkje wezen nemen. Ja, toen kwamen we hier langs fietsen. Hij zit op het moment, is hij gesloten. Ja. Maar eerst tijdens echt, dit is het sanitair gebouw. Het is wel een beetje... Ja. Nou ja... Jullie zien het. Ja. Maar je staat hier echt midden in de natuur. Dat wel. Dus als je hiervan houdt, is dit echt een hele mooie locatie. Maar het is nu een beetje verwaaid door de storm. Ja, zo. Maar hij is ook gesloten, hè. Dus waarschijnlijk wordt er gewoon weer van het voorjaar wordt een beetje schoongemaakt. Ja. Het is nu... Lijkt een beetje verwaarloosd. Het inderdaad. Gebouw. Maar het is echt, echt... In de natuur. Ja, nou, het is voor de rest, het is, ja, er zit ook niets bij, hè. Het is gewoon een terrein. Ja, maar geen, ja, voor de rest niks. Zag ik daar. Dat is de wc. Nee. Wauw, dit vlonderpad hoort ook bij de route. Heel mooi dit.
En als ik het goed zeg, is dit het Renkums Beekdal. Erg mooi dit. Wij zijn net terug van het klompenpad. En ik ben even koffie aan het maken. Ik zit me net te denken, hebben wij wel koek? Ja, volgens mij wel. Hebben wij koek? Oh ja. Koek van de Urkerbakker natuurlijk. He? Ja. Nou. Koek, brood. Alles. Alles. Nou, we gaan een koffietje drinken en we gaan straks uit eten. Ja. Ik ga even mijn jas uitdoen, maar dat was hier net nog een beetje koud. Natuurlijk, want het is februari. Is het. Ik ga even de kachel aanmaken. Alsof we een oud kachel hebben. Lekker warm. Nee, wij gaan dus vanavond uit eten. Bij het hotel met de toekan. En daar hebben wij namelijk nog een cadeaubonnetje van. Die heb ik ooit eens gevonden met een bingo. En toen zei Nel, misschien is het wel leuk als we die dan nu gaan gebruiken. Nou, ook wel handig natuurlijk, want hoeft Nelly ook een keer niet te koken. Is een keer vrij van koken. Dus dat gaan wij vanavond gezellig doen. En ik moet zeggen, daar heb ik best wel veel zin in. Ja, ik ook. Eigenlijk wel. Ja, toch? Ja. Even kijken. Oh, hier moet nog even een beetje melk in. Deze is voor jou. Ja. Hoppakee. We krijgen best wel veel reacties op ons Omnia-oventje ook. Oh ja. Maar... ja, wij vinden het echt een aanrader, tenminste. Het was ook zo klaar. Ik dacht eigenlijk, het duurt misschien wel... ja, we hebben wel langer als op de verpakking in de oven gedaan. Dat hebben we dan wel gedaan. Ja, en het blijkt dus dat er ook nog een roostertje bij zit. Of in ieder geval accessoires, die kun je erbij kopen. En een thermometer. Dus stel dat je nou echt vaker broodjes gaat bakken, wat wij waarschijnlijk wel gaan doen... ja. Dan is het misschien wel handig als er een roostertje in zit. Ja, maar als ze dat er nog bij koopt. Maar het hoeft in principe niet. We hebben nu geen aangebakken broodjes. Ik had de broodjes nat gemaakt. Dat had ik ergens op Google gelezen. Voor de Omnia oven. Dus nat gemaakt, erin gedaan. En ja, bij ons ging het prima. Ja. Ook zonder roostertje. En hij is heel licht. Dus hij weegt bijna niks. Dat is top. Hij is klein. En je kan hem gebruiken op het gas. Ja, ja, nou, ik vind het echt een aanrader. Ik ga hem even laten zien, want vanochtend was hij natuurlijk heet. Dan kon je hem niet oppakken. Kijk, we zetten hem even in het midden neer. Nou, dit is dus het deksel. Dat spreekt voor zich. En dan hier kun je dus... hier kun je volgens mij ook nog iets van de siliconenvorm in doen. Ja, en dan kun je de muffins Ja, en dan kun je er cake in bakken of muffins. Maar we kregen ook een tip van iemand. Die maakte er ook wel eens nachos in. Dus dat is ook... ja, je kunt er zoveel mee. Ja. Kijk, wij weten eigenlijk nog niet helemaal precies wat je er allemaal mee kan. Maar dit is dus de onderkant. Maar ik zag bij de kampeerwinkel ook een kookboekje met recepten ervoor. Dus je kan... ja, hij is al een beetje zwart geblakerd. Maar dit zet je dus op het... gas. Op het gas, op het kooktoestel. En dan doe je deze erbovenop. En daar doe je... ja, wat je af wil bakken of wilt maken, doe je hierin. Dus eigenlijk is het gewoon een heel simpel ding. Je kan ook iets van een hartige taart erin maken met een bladerdeeg ding. Ja. Het is, ja, wat ons betreft... ja, ik vind het echt een goede aankoop. Ja. Omnia. Ja. Er zullen echt nog wel veel meer dingen bij zijn die je kan gebruiken. Maar dat weten we allemaal niet. Maar we nou ja, dat gaan we ontdekken toch. We hebben nu alleen dit. En dat ging prima. Ja. Dus. Nou, eerst een bakkie. Zullen we skibbouwen? Ja. Wij hebben de koffie weer op. En wij dachten, we gaan even een rondje over de camping lopen. En misschien is het ook wel leuk als we dan even bij de camperplaats kijken. De buurman. De buurman. Oké. Okay. Ja. Want wij hebben natuurlijk ook volgers die een camper hebben. Het is misschien wel leuk als jullie die plaats ook even bekijken. Maar de camperplek op het Lierderold,
Die ligt een beetje rechts van de camping. Dus je hebt drie ingangen en dan ga je bij de derde ingang ga je erin. Daar staan de campers. Daar zijn glijbanen. Dus daar is het zwembad. Is hier trouwens ook een binnenbad? Geen idee. Volgens mij alleen een buitenbad. Okay. Zullen we hier op? Ja. Nou, dit is dus de camperplek. En het staat nog best vol. Je hebt er ook chalets. En dit is een trekkersveld. En hier heb je het sanitair gebouw. Volgens mij hoort dat echt bij de, ja, bij de camperplek. Camperplaats. Hier is ook een pizza. Ik denk dat je het er alleen af pizza kan halen, toch? Ja, je afval. Kunt het er alleen afhalen. Ja. Ja. Dat is ook wel handig natuurlijk. Pizzaatje. Ja, qua eten is het hier echt goed geregeld. Een snackbar, een restaurant, een pizza. Hier is het restaurant. Ja, het is echt... Het lijkt nu donker. Oh nee, dat is de receptie. Dat is de receptie en daar zit, daar het, zit restaurant. En daarnaast zit weer een snackbar en daarachter is volgens mij een... café. En een winkeltje en nog. Voor de mensen die van mountainbiken houden, dit bord kwamen we net tegen. Hier zit dus ook gewoon een mountainbike route. Het Zandenwoud. Ja. En hoeveel kilometer is hij? Geen idee. Ik zie het even niet. Dat zie ik ook niet. Oh, je kunt je eigen route samenstellen. Ja. Zie je? Je hebt drie verschillende lussen. A, B, C. Nou. Ook leuk. Hier zat onze caravan. En hier loop je dus zo het bos in. Hier. Dit is dus gewoon recht achter ons caravan. En we gaan even kijken of hier al iets rondloopt. Een wild zwijn of zo. Toch? Ja, we kunnen morgen nog te vroeg ook wel eventjes kijken. Ja, Ali wilde morgenochtend om 7:00 wil ze... Dan ziet er eigenlijk uit. En dan hierin. En dan kijken of we iets zien. Ja. Nou ja. Met 7:00 ben ik niet heel blij mee. We staan nu super dicht bij het bos. Ja, het kan niet dichter bij het bos. Maar ja. Oh. Wow. Dus ja, dan denk ik van dan moet je ook je kans grijpen. Ja. Toch? Inderdaad. We zijn ook wel eens vanuit onze woonplek ook naar een bos gereden. Hebben we ook wel herten gezien. Ja. Heel vroeg in de morgen. Ja. En dan moet je er 1 uur voor rijden. En nu liggen we ernaast. Nu liggen we ernaast en dan doen we het niet. En dan denk ik... Of hebben we het nog niet gedaan. 7:00. Maar ja. Helaas, geen zwijnen of herten gezien. Het is misschien nog een beetje vroeg. Want het is... Ja. Het is 6:00. Ja. Ik denk dat het iets schemer. Even iets later, denk ik. Ja, maar ja, dan weet ik ook niet of je goed op camera kan zien, hè? Nee, sowieso niet, want meestal als je iets van een wild zwijn tegenkomt of... Ja, die rennen ook zo hard. Ja, dan ben je te laat met de camera. Oké. Ja, dan gaan we nog eventjes afwassen. Oh ja. En daarna gaan we uit eten. Kijk, naast ons staat dus ook een caravan. Hier staat die van ons. En dit is die van de buren. En die hebben dus een voederplek voor de vogeltjes. Kijk. En 's ochtends komen er best wel veel, nou ja, eigenlijk de hele dag door. Wij kijken zo vanuit ons raam op dat ding. En dat is echt 's ochtends als wij dus daar zitten, te ontbijten. Ja, dan heb je uitzicht op die voederplek. Ja. En er komen echt allerlei soorten vogeltjes naartoe. Heel leuk. Afwassen. Gelukkig hebben we niet zoveel. Maar nee, het valt mee, hè? Het is wel handig als dit even weg is. Want
vanavond laat hebben we daar natuurlijk geen zin meer in. Nee, en, inderdaad. En morgenochtend wil je natuurlijk wel een koffietje zetten. Dus dan is het wel lekker als die filter is schoon is. Ja. Anders... Dan hebben we het maar weer gehad, toch? Ja, daarom. Voorgerecht Peking eend. Dat ziet er goed uit. En een broodplankje. Ook lekker. Heerlijk. Wauw, wat ziet dit er lekker uit. Wat heb jij besteld? Ik heb eend, jus, mais, I don't know. Dit is popcorn, denk ik. Lekker, ziet er echt goed uit. En ik heb de vegetarische rundvlees, de boef. Hoe zeg je dat? Boef bouillon. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Nee, het ziet er in ieder geval super lekker uit. Ja, een bord vol. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Nou, wij zijn weer terug in de caravan. En nou, hoe laat is het? Het is 9:30. Ik wil in bed. Verhaal niet. Nee, grapje. Nee, ik heb het een beetje koud. Ik hou mijn jas even aan. Het is hier steenkoud. Want, echt heel koud. Ja. Het is net zo koud als buiten hier. Ja. Maar we hebben de kachel aan. We gaan nu een theetje zetten. Theetje maken. Ja, dus dan wordt het zelf vaker. Dus dan binnen no time is het hier bloody hot. En dan kan de jas uit. Ja. Maar, wij reden net... naar de camping toe. Dat is een weggetje. Laten we morgen misschien wel even zien. Het is heel donker met een wilrooster en dat soort dingen. En toen zegt... ik had al een voorgevoel dat we iets van wild gingen zien. En daar stond hij. Een ert. Ja, stond een heel groot ert. Maar aan het einde van de camping... Waar wij eigenlijk een plaatsje ook hadden geboekt, daar heb je ook weeplaatsen. En dat noemen ze op de camping wildplaatsen. En wij denken als je daar staat, dan sta je met je achterkant aan het bos. En volgens mij zie je dan gewoon het wild achter. Ja, maar daar stond het hert ook, hè? Ja, dan zie je dat wild achter de caravan lopen. Dat was dat gedeelte. Dus als je zo'n plekje kunt reserveren, volgens mij staat het er al te vol. Want nu staat het er ook vol. Ja, volgens mij zijn er gewoon mensen die er al staan. Nou ja, vanochtend kwam er iemand aan en die... Oh ja, dat kleine eribaatje. Dat hele kleine eribaatje. Ja. Dus die heeft dat plekje gewoon gereserveerd. Maar het was wel lachen hoor, want wij rijden dus richting de camping. En ik zie gewoon echt... Een wit kontje. Een wit kontje is, ja. Mega groot hert. Ik zag hem eerst niet hoor. Maar ja, filmen lukt dan niet, want dan is het veel te donker natuurlijk. En we waren er ook al voorbij. Dus ik zeg tegen Nel, ja, daar staat een hert. Dus ik rij zo weer achteruit. Ik denk, ja, die is nu al lang natuurlijk weg. En toen stond hij er nog. Ja. Gewoon echt in de berm. Gewoon naast de weg. Ja. En toen liep hij eigenlijk heel langzaam liep hij het bos in. Dat is toch superleuk. Ja, maar als je dus een keertje naar Lierderold gaat, probeer een weeplek te reserveren. Wij denken dat je dan van alles ziet. Nou, dat weet ik wel zeker. Ja. Kijk, wij staan ook aan het bos, maar daar die zit heg. Een heg. Er zit een, ja, maar ook een hek. Een zit hek, ertussen. Een weg en dan een heg. Ja. Die heg hadden ze voor mij er niet tussen hoeven doen. Ja. Maar ja, dus wij staan er veel verder van weg. Ja, dan moet je wel van hele goede huizen komen, wil je dan eigenlijk hier bij de caravan komen te staan. Als je een hert bent, of een zwijn. Ja. Nee, dat wordt dat gaat niet lukken. Nee, dat wordt je onmogelijk gemaakt om her te zijn. Ja, zijn er wel, ja. Ja. Het wordt hier al wel warmer nu. Het is hier bloedheet nu. Ik doe mijn jas uit.